Nummer 3, Esther Bakker met Soef. Nummer 4, Janine Nentjes met Zip. Nummer 5, Dennis Bijma met Katootje. Nummer 6 is Eline de Boer met Bing. En nummer 7, Romy Bos met Bo. En u ziet het, dames en heren, daar komt het Grand National Team. Ik heb ze al aan u voorgesteld, de eerste 7. Ik ga ze nog een keer voor u meenemen. Oh, ze komen allemaal. Waarom ook niet? Zanne Schenkman met Saartje, Femi Schiefmacher met Zorro, Esther Bakker onder nummer 3 met Soef, Janine Netjes met Zip onder nummer 4. De 5 is Dennis Bijma met Katootje. Nummer 6 Eline de Boer met Bing. Nummer 7 Romy Bos met Bo. De 8 is Emily Romkes met Bonto. Nummer 9 Alizan van Sloten met Macho. De 10 Alicia Korf met Apache. Nummer 11 Jolijn Boots, Kyoko. Nummer 12 Eleanor Kramer met Black Cindy. Nummer 13 Erika Romkes met Twister. En de 14 Carlijne Anker met Anna Dora. Dames en heren, geeft u ze een hartelijk applaus. Het Grand National Team. U hoort het, dames en heren, op zwepende muziek. En dat betekent dat de eerste 7 zich gaan opstellen voor de start. En het gaat loeihard, kan ik u beloven, dames en heren. Zeker zo zonder hindernissen. Er zijn onderorders van de starter. En de start is gevallen. En we zien Zanneke Schenkman met Saartje ook dichterbij volgens mij op. En wie zien we daar aankomen? Katootje, dit is een bijzonder mooie finish. Dit gaat hard, dit gaat bijzonder hard. En daar komen de volgende. Die gaan zich alweer opstellen. En ook die zijn al gestart. En we gaan eens kijken hoe het zich gaat ontwikkelen. We zien Bonto, Macho, Apache, Kyoto, Black City, Twister gedaan. Daardoor gaan allemaal in de koers. En ze gaan de laatste meters in. En de vraag is dan ook wie, oh wie zal dit hebben gewonnen. Ik zie iets in groen en geel. En dat zou volgens kenners wel eens Zorro kunnen zijn. Maar die liep in de andere match, zou ik zeggen. Maar goed, het was een hele spannende race. En als het goed is, krijgen we nu de finale.
En dan gaan ze nog een keer naar de start, dames en heren, de finalisten. En wat gaat dat toch hard? Ze zijn nauwelijks te herkennen, maar wat maakt het uit? Ze hebben plezier en ze hebben lol. En daar gaat het om. Of we nou beginnen met de tweede serie of met de eerste serie, het maakt allemaal niet uit. Dit is spektakel en dat is waar het om gaat. En kijk eens wat een mooie dieren dat toch zijn, die Shetland ponies. Eén van de oudste ponyrassen ter wereld en ook één van de hardste en sterkste rassen. Multifunctioneel zijn deze ponies. En uitermate geschikt voor snelheidsproeven. Nou, dat liet zich wel bijzonder goed aanzien. Ze zijn op weg gegaan naar de start. En daar gaan we weer en ze gaan om het hardste. En we zien zo'n oranje-rode met een geblokte ook dichterbij. Oh, wat gaat dit hard in die blauwe kleuren? Zit er eentje dichtst bij de reling. Maar wie gaat dit winnen is de vraag. En dat is de nummer 10. Nummer 10, Alicia Korf met Apache. Felicitaties. En dan zien we nog een hond die heel enthousiast is. Die gaat er gewoon achteraan. Ja, maar die loopt lang zo hard niet als een Shetlander. En zo ziet u maar weer, dames en heren, wilt u snelheid, schaft u zich dan een Shetlander aan. U kunt er met de kinderen zoveel plezier mee beleven. En wij danken nu alvast, we krijgen zo dadelijk nog natuurlijk de ceremonie protocolair. Wij danken alvast het Grand National Team. U kunt ze op veel hippische evenementen tegenkomen. En het is werkelijk een geweldig spektakel. Alle eer geven die jullie toekomt. Ja, dan komen ze nog een keer op volle snelheid, dames en heren. Geef dus nog een keer een applaus. Dit is schitterend, dit is sensatie. En daar stellen ze zich op, dames en heren. En ik ga ze nog een keer aan u voorstellen, voor zover dat nog nodig is. Sanne Schekman met Saartje, Femi Schiefmacher met Zorro, Esther Bakker met Soef, Janine Nentjes met Sip, Dennis Bijma met Katootje, Eline de Boer met Bing, Romy Bos met Bo, Emily Romkes met Bonto, Alisa van Sloten met Macho, Jolijn Boots met Kyoko, Eleanor Kramer met Black Cindy, Erika Romkes met Twister, Carlijne Anker met Anna Dora. Dat is het Grand National Team en niet te vergeten Alicia Korf met Apache. Start over 12 minuten. Op dit moment worden de ereprijzen overhandigd. Met dank aan de burgemeester. En allen die deze enerverende, schitterende Shetland races mogelijk hebben gemaakt. Waarvoor wij een bijzonder woord van dank uitspreken. Uiteraard zien we de fotografen in actie. Test 1. Test. Pardon. Ja, jongens en meisjes. Ja, vooral meisjes eigenlijk, moet ik zeggen. Hè? Want bijna al deze jockeys zijn meisjes. Zijn er ook jongens bij? Steek de hand. Ah, mannen, gelukkig.
Maar de winnares, dames en heren, die staat hier. Dat is de kleinste van allemaal en de jongste. En ze vloog net gewoon over de baan. Je moest je ogen goed open houden, want als je één keer knipperde, dan was je gelijk 20 meter verder. Weet je wat ik zo goed van jullie vind? Is dat jullie de baas zijn over die paarden. En soms moeten managers, dat zijn mensen die ergens de baas van zijn. Start over 10 minuten. Ja, ze moeten even wachten hoor. Die trainen soms ook wel eens met paarden. Maar dat betekent dat jullie allemaal straks geweldig goede managers kunnen worden. Daar heb ik heel veel vertrouwen in. En dames en heren, ik vind het prachtig dat die tribune zo geweldig vol is. Ik wijs u nog even op het eventing moment wat wij over een week hebben in het Kuinderbos. Daar bent u ook allemaal van harte voor uitgenodigd. Nogmaals een applaus voor de eerste prijswinnaar. En ik ga nu de tweede en de derde prijs uitreiken. Défilé over 2 minuten. Stand up. Haha, daar gaan ze nog een keer, dames en heren. Het Shetland Grand National Team. En daar gaan ze. Onder aanvoering van winnares Alicia Korf met Apache. Uw applaus nog een keer, dames en heren. Het Grand National Team. En graag tot de volgende keer hier op de drafbaan in Emmeloord. Ja, de Sleets cliché zegt dat de show must go on. Maar wat voor show, dames en heren. Want we gaan verder met bouwbedrijf Doornprijs. En dat is een draverij. Défilé over 1 minuut. Voor paarden met een winstom tot €8.000. Hierin.